Vandaag bespreken wij Mussolini. Ja, in zekere zin wel passend, omdat ik vaak bij Mussolini toch moest denken aan, niet waar, aan Poetin. Mussolini de Duce, de aanbedene, een soort van god die boven de wateren zweefde in Italië. Die nog enorm populair is als alles mislukt is en niets is goed gegaan en dan nog. Is die redelijk populair. We kunnen nog een stap verder zetten. Niet waar, bij zijn 100ste sterfdatum, nee sorry, bij zijn 100ste geboortedatum, kwamen er 30.000 mensen naar Predappio. Dat is dat plaatsje waar die geboren is. Mussolini is nog steeds een held. Je ziet overal in Italië, dat was het ook een leulige, lollige, leuke dingen van onze reis. Overal, als je eenmaal weet waar je kijken moet, zie je overal restanten van het fascistische regime. En deels ook van Mussolini. Zoals? Dat natuurlijk heel putdeksels, daar hebben we gisteren naar staan kijken. Zit allemaal vol met de, laten we zeggen, symboliek van het fascisme, namelijk de roedebundel en de bijl. Okay. Het is totaal anders dan in Duitsland, waar natuurlijk, ja, de Führer, Hitler, een soort geconcentreerde, samengebalde kern van het satanische kwaad is geworden. Maar dat is bij Mussolini niet gebeurd. Misschien heeft Mussolini ook wel geluk gehad dat Hitler er was. Omdat dat al onze... Je weet dat verhaal van als je aan een politieke conversatie begint, dat iedereen, is ook weer binnen een kwartier geloof ik, het over Adolf Hitler heeft, of over de Weimarrepubliek, en niemand natuurlijk over Mussolini. En ik denk ook dat veel mensen denken dat Mussolini toch een beetje een operettefiguur was. En ja, het was in allerlei opzichten, was het natuurlijk een Italiaan en paste die in de Italiaanse cultuur. We zaten gisteren een hapje te eten op dat Fiumicino, of hoe het mogen heten, die luchthaven. En nou ja, dan word je daar ook bediend met een enorme hoeveelheid lawaai. Het is net of je een zwerm van halsbandparkieten voor je carbonara moet zorgen. Het is, je denkt, jongen, wat een opwinding over niks. Daar zijn ze goed in. Dus ja, maar Mussolini was toch geen operettefiguur. Laten we eerst constateren, het was een demonische spreker. Het maakte diepe indruk als spreker. Wij zien tegenwoordig altijd zo'n filmpje, dat is 3 minuten, en dan denk je, waarom is die man in een rekkenhuis opgenomen? Maar dat zijn heel misleidende beelden in feite. Je moet zo'n hele toespraak moet je zien, en dat moet je beoordelen naar de normen van de tijd. En dus wat dat geldt trouwens ook van belangrijk gedeelte van Adolf Hitler. Dat natuurlijk het hele beperkte beeldmateriaal waar mensen meestal op afgaan, dat heel weinig te maken heeft met de retorische werkelijkheid. Dat is wel een belangrijke zaak. Want als je kijkt naar de Italianen in hun imperiale activiteiten, daar zullen we het zo over hebben, hebben ze zich ook misdragen op een fantastische schaal. Daar in Ethiopië hebben ze toch waarschijnlijk tegen de 300.000 mensen vermoord. En in Libië 100.000 en bij het tijdelijke beheer van Kroatië en Griekenland ook nog eens een keer. Dus daar excelleren ze in negatieve zin en zijn ze nauwelijks minder dan natuurlijk die ongekende, altijd weer verbijsterende moordzucht van het naziregime. Maar goed, nu Mussolini, die eigenlijk in 22 aan de macht komt helemaal. Oh, dat deed hij alweer. Het is ongelooflijk. Qua tijdstip is het wel een jongen die op tijd werkt. Hè? Ja, net als Tom-Jan Meijers. Ja. Zou Tom-Jan iets met de DHL te maken? Ja, dat begin je bijna te denken, ja. Ja. Oké. Okay. Hij komt eigenlijk aan de macht, terwijl hij helemaal niet breed gesteund wordt politiek. Maar hij stelt eisen. En bovendien wordt hij natuurlijk ook wel gedragen door die... door die vechtgroepen, die zwarthemden, die een ware straatterreur uitoefenden. En daar zijn ook heel veel doden bij gevallen. Je hebt daar zo'n hele periode, die heet ook de 2 rode jaren van totale chaos en verwarring. En eigenlijk is hij degene die van die verwarring optimaal profiteert door in de regering zich te zeggen dat hij in de regering wil.
En dan is er nog sprake van de noodtoestand. De zittende regering zou wel de noodtoestand willen. Of de staat van beleg, moet ik eigenlijk zeggen. Moeten willen afkondigen, maar dan zegt de koning, nee, dat doe ik niet. En dat leidt ertoe dat tenslotte Mussolini de leider van de regering wordt. Ja, dat is nog zo'n heel verhaal van de mars op Rome, maar dat, in werkelijkheid is die gewoon met de trein gegaan. En die mars op Rome, die lui die daar aan deelnamen, zaten in een motregentje ergens in de heuvels achter Rome. Dus dat is ook al alweer gemythologiseerd, want dat is iets wat de fascisten fantastisch konden mythologiseren. Poppenkast organiseren, optochten, feesten, bijeenkomsten, muziek, de hele sportbeoefening. Ook Mussolini was erg van de fitness. Ook bij het minste of geringste wat dat betreft heeft misschien Poetin zijn voorbeeld gevolgd. Trok hij ook zijn bovenkleding uit en stond hij met gebruinde borst. Niet waar in de branding van het wereldgebeuren, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dus ja, hij wordt eerst de leider van de regering. Dat gaat in fasen. Eerst is het een gewone regering waar, laten we zeggen, ook andere partijen in zitten. En dan stap voor stap, voor stap voor stap, ja, je kent het proces. Niet waar, wordt de democratie uitgekleed, dan is er een aanslag op Mussolini. Ik meen in 26, en dat is dan reden om in feite de hele democratie op te doeken. En dan in de loop van de jaren 30, we gaan hier relatief snel door de thematiek heen. In de loop van de jaren 30 begint Mussolini aan de uitvoering van zijn grootste plannen. Hij had ook grootste plannen voor architectuur. Hij heeft Rome in allerlei opzichten fundamenteel aangepakt. Doorbraken tot stand gebracht, waarvan we nu zeggen, althans ik... zeg van, nou, dat zei ik helemaal niet zo gek wat hij daar gedaan heeft. Wat heeft hij gedaan dan, bijvoorbeeld? Nou, met name de middeleeuwse stad afgebroken. Althans, wat er nog van over was. Hè. Ben je er ooit geweest? Ja. Ik vind het nog steeds redelijk middeleeuws, hoor. Ja, die hele boulevard daar bij het Colosseum en zo. Hè, dat is voor een niet onbelangrijk gedeelte, is dat het werk van Mussolini. En Mussolini zei, kijk, wij zijn, Italië had ook aan de Eerste Wereldoorlog deelgenomen. Vanaf 1915 aan geallieerde kant, terwijl ze eigenlijk verbonden waren met de andere kant, maar ze hadden het eens aan haar gekeken en ze dachten, oei, de andere kant gaat verliezen, dus we sluiten ons bij de geallieerden aan. Daarbij was er van alles en nog wat beloofd en in Versailles hebben ze die beloftes niet waargemaakt gekregen. Dus ze waren nogal verongelijkt over Versailles. En hoorde tot andere landen, naties die verongelijkt waren over Versailles. Natuurlijk Duitsland primair, omdat het zo ontzettend afgezekerd was. Maar ook Japan was niet gelukkig met de resultaten. Dus in de hele jaren 30 zie je eigenlijk dat die landen zich verzetten tegen de nieuwe orde in de wereld. Zo ook Italië. Want Mussolini vond ook dat Italië heel slecht behandeld was. Want zijn opvatting was dat Italië eigenlijk een grote mogendheid was en niet als zodanig werd aangesproken door de Fransen en de Engelsen. Je zult zeggen, de Fransen en de Engelsen, ja, dat waren toen grote mogendheden. Voor de luisteraars die denken, hoe is het mogelijk? Dat waren toen grote mogendheden. Amerika bevond zich in deze jaren op afstand en ook de Sovjet-Unie bevond zich op afstand, niet waar, omdat die bezig waren om hun industriële bestel op poten te zetten. En de Amerikanen hadden besloten dat ze liefst niks meer met die stomme Europeanen te maken wilden hebben. Maar goed, de Frankrijk en Engeland waren er, die deelden de lakens uit, zeker in Europa. En Mussolini vond altijd dat hij niet netjes behandeld werd. En dat hij recht had op het zijn van een grote mogendheid. En dat hij dus ook recht had op al die dingen die horen bij het zijn van een grote mogendheid. En wat vond hij ervan? Sowieso vond hij dat Italië recht had op een imperium. Ja, de Fransen hadden een imperium, de Engelsen hadden een imperium. Overzees imperium. Precies, een overzees imperium. De Duitsers hebben geprobeerd om een aanpalend imperium te veroveren in Centraal-Europa en de Westelijke Sovjet-Unie. Maar dat is nou weer een ander probleem. Dus dat wou Italië. En ze hadden ook al in Libië was een Italiaanse militaire aanwezigheid. Je had in Somaliland, dat is de Hoorn van Afrika, moeten de mensen even op de kaart opzoeken. Ja, sorry dat u even
Wikipedia moet kijken. Ja, de twitteraars weten dat natuurlijk allemaal. Die hoeven daar helemaal niet naar te kijken. Nee. Die dromen elke nacht van Somaliland waarschijnlijk. Maar hij had veel verder strekkende plannen. Namelijk de verovering van Abyssinie, van Ethiopië. Waar hij ook op een moment aan begint. Maar hij was ook, hij zei, ja, we hebben het al over levensruim gehad, als ik het me wel herinner. Ja, de Italianen hadden te weinig levensruim. Dus dat zou ook door die imperiale droom zou dat ook bevredigd moeten worden. Meer levensruim voor de Italianen. En imperiale was het ook weer in Spezia en dan nog wat imperiale, zoiets dergelijks was. En hij vond dat Italië opgesloten was in de Middellandse Zee. Want aan het westen van de Middellandse Zee had je Gibraltar. Aan het oosten van de Middellandse Zee had je de Suezkanaalzone. En je weet wie daar de baas was. De Suezkanaalzone, de Fransen en Engelsen samen. Maar feitelijk was het zo dat Engeland in de Middellandse Zee de lakens uitdeelde. Want halverwege had je nog Malta. Ook een Engelse kolonie. Gibraltar, Malta, Suez. Nou, dat hij vond, Mussolini vond, de Middellandse Zee, dat is Mare Nostrum. Hè? Voor de, dan komen we aan een essentieel punt. Altijd en eeuwig had hij het over de Romeinen. De Italianen waren eigenlijk Romeinen. En die hadden ooit de wereld beheerst, maar daarna hadden ze pech gekregen om raadselachtige redenen. Maar ze hadden eigenlijk nog steeds recht om een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, natie op aarde te zijn. En die Engelsen moesten opdonderen uit de Middellandse Zee. Hoe die dat precies ging uitvoeren, dat was eigenlijk niet duidelijk. Want bij al deze immense ambities, in 35, najaar 35, beginnen de Italianen om Ethiopië te veroveren. Ja, dat kon je nauwelijks verliezen, dat begrijp je. Die lui daar, die hadden nog spieren, als ze al wapens hadden. Dat ging daar op zichzelf vreselijk toe. Dan nog, ook de logistieke aanpak van de zaken was bepaald niet in orde. Daar zullen we nog meer over te horen krijgen, dat die Italianen eigenlijk, ik zou zeggen, die vielen daar boven Kiev, dat zijn Italiaanse toestanden. Om het maar even zo te zeggen. Altijd als de Italianen gingen vechten, was er niets, maar ook niets in orde. We moeten nu eigenlijk de kern van het probleem benoemen. Namelijk de immense ambities die Mussolini had. En die deels ook wel gedragen werden door de Italiaanse elite. Of dan de modale Italiaan er echt druk over zich over doormaakte, dat weet ik niet precies. Maar goed, het regime organiseerde permanente poppenkast. Net waar er ook de nazi's meesters in waren. Altijd was er wel wat. Altijd was er wel een dag waarop de vlaggen uit moesten en zo. Ja, je hebt geen idee hoe heerlijk het is om in zo'n land als Nederland te wonen. Waar de overheid dit soort van halfgare poppenkast tot een minimum beperkt. Nu komen in mijn hoofd al alle dingen op die we nog verder zouden kunnen verbieden op dit terrein, maar ik zou me daar niet aan kinderachtige beschouwingen wijden. Het kernprobleem voor Mussolini was dat Italië helemaal geen grote mogendheid was. Hij dacht het wel, het zou wel moeten worden, maar daar was geen sprake van in feite. Wat Poetin nu eigenlijk ook heeft. Je haalt mij de woorden uit de mond, het is net Poetin. He, enorme tafels, daar was ook Mussolini. Want Mussolini, als die tafels had gehad, had hij ook hele grote tafels gehad en zo. Er was ook altijd poppenkast met uniformen en gaan ze maar door. He, dat heb je ook in dat stomme Kremlin ook. Dat heb je ook van die rare filmpjes. Denk van, jongens, marcheren kunnen jullie wel, maar voor de rest is het niks. De Italiaanse economie was, zeg maar, halverwege de jaren 30... ongeveer 20% van de Duitse economie. Op zijn best 23-24% van de Engelse economie. Zelfs als het dan in de late jaren 30 komt tot oorlogsvoorbereiding, stoppen de Duitsers in de topjaren 38-39-40%
van bruto product in militaire voorbereidingen. Italië 12%. Ze hadden helemaal geen geld. Want dat zal je voor niets verbazen. Ook toen hadden de Italianen al een enorme staatsschuld. Waar je aan ziet dat het hebben van enorme staatsschulden is een structureel probleem. Dat is niet iets toevallig wat wel eens even gebeurt. Nee, dat zijn landen die altijd gigantische staatsschulden hebben. Eenvoudig omdat ze budgetair er een potje van maken. Denk aan Griekenland, hè, wat bijna de euro vermoord heeft. Maar als we een beetje verstand van geschiedenis hadden gehad, was het nooit gebeurd. Want Griekenland is alleen al in de 19e eeuw drie keer failliet gegaan. Ja, dus we hadden moeten zeggen, wacht even, Griekenland. Griekenland gaat niet mee in het eurospel, hè, want dat gaat narigheid geven. Maar we hebben niet goed opgelet en niemand wist kennelijk dat Griekenland drie keer failliet was gegaan. Vandaar. Eens even kijken. Dus ja, er was een voortdurende totale kortsluiting in feite tussen de ambities van Mussolini of van het fascistische Italië, zoals je wil, en de werkelijkheid, de economische. Ja, Italië was economisch een dwerg. En voor zover er industrie was, liep die achter en vervaarde die weer waardeloze producten. Ik geloof dat Italië in de hele oorlogsperiode enkele honderden tanks heeft gebouwd. Als je denkt dat de Russen en de Amerikanen hier 20.000 tanks hebben gebouwd. Nou ja, wat die Italianen ook ondernamen, er klopte nooit ene reet van. Waar zijn we nu gebleven? Moet ik even goed nadenken. Nou ja, we zijn bij de verovering van Abyssinia. Die heeft hij tot stand gebracht. Maar de Engelsen en de Fransen zeiden, ja, daar zijn we helemaal geen voorstanders van. En die hebben het gedrag van Mussolini veroordeeld. Tot zijn grote woede. En dat heeft de Volkenbond heeft dat ook gedaan. En Italië is getroffen door hele milde sancties. En niet zoals nu Rusland, nee, hele milde sancties. Maar Mussolini was razend. En Mussolini begreep op dat moment, en het was natuurlijk ook op dat moment voor de hand liggend, ik heb een sterke bondgenoot nodig. Wie zou die sterke bondgenoot kunnen zijn? Tegen wie kan ik aanleunen om, laten we zeggen, anderen de kooltjes uit het vuur te laten halen, en dat ik dan toch kan meedoen op het toneel, niet waar, te midden van de hoge heren. He, dat ik ook serieus word genomen als grote mogendheid. Nou ja, je begrijpt welke natie dat was. Dat was natuurlijk Duitsland. En zo gaat het ook in 36. Komt dan de as Berlijn, Rome komt tot stand. En vanaf dat moment wordt eigenlijk Italië steeds sterker afhankelijk van Duitsland. Als de oorlog begint in 39... dan is natuurlijk duidelijk, het gekke was dat Italië had nauwelijks brandstof. Dus Italië had kolen nodig. Die werden aangevoerd, ik begrijp ook niet precies waarom, maar die werden aangevoerd via Rotterdam. Nou, dat blokkeerde de Engelsen zodra de oorlog begint. En dan zegt Hitler, helemaal geen probleem, jullie krijgen van onze miljoen ton kolen, die voeren we aan via het spoor over de Alpen heen. En dat hebben de Duitsers ook daadwerkelijk gedaan. Dus dan is de as Berlijn-Rome is tot stand gebracht. En dan tenslotte natuurlijk in 39 begint de oorlog. Nadat moet het verdrag van München, ik bedoel conferentie van München, niet overslaan. Want dan is er al sprake van een intensieve samenwerking tussen Hitler en Mussolini. En in München staat Mussolini geheel aan de kant van Duitsland. En dan begint in 1939 de oorlog. En je begrijpt, de Duitsers hadden er wel een beetje mee gerekend dat de Italianen, niet waar, als hun enige serieuze bondgenoot eigenlijk, dat die wel mee zouden doen met die oorlogsverklaring. Maar ja, je begrijpt het al, dat deden de Italianen helemaal niet. Ze hadden geen cent te maken. Daar kwam het eigenlijk op neer. En bovendien dacht Mussolini waarschijnlijk, kijk eerst eens even, ja, hoe de situatie zich ontwikkelt en als het dan goed gaat, dan kan ik me altijd nog aansluiten bij, laten we zeggen, de overwinnaars. En zo is het ook gebeurd, dus de oorlog kwam op gang. Polen werd natuurlijk in no time verpletterd. Toen kwam natuurlijk het meest fantastische gebeurtenis van de Tweede Wereldoorlog, namelijk het feit dat Frankrijk toch te beschouwd als een
werkelijk een grote mogendheid in 3 weken onder de voet werd gelopen. Ja, het heeft nog een paar weken geduurd voordat er een wapenstilstand was. Maar na 3 weken was duidelijk dat Frankrijk volkomen kansloos was tegen de Wehrmacht. Terwijl het meer tanks had, betere tanks had, maar niet kon vechten. Ik wil nou weer niet over die broodjes beginnen, maar ze hadden het niet goed georganiseerd. De tanks werden niet goed gebruikt. Ze waren niet in staat om het operatietempo van de Wehrmacht bij te houden. En ze hadden natuurlijk die aanval door de Ardennen niet zien komen. Kortom, resumerend, Frankrijk werd met 1 doodklap uit de oorlog geslagen. Tot immense schrik van iedereen, althans aan westelijke geallieerde kant. Churchill was diep teleurgesteld, Stalin trok bleek weg, het was een drama. Maar je begrijpt, wie dacht van hallo, dit is nog eens wat. Alles is nu mogelijk geworden, Frankrijk uitgeschakeld, Engeland ligt feitelijk ook op zijn reet. Hè? Mussolini, en dan is de zomer van 40, dat heeft ook wel een zeker komisch aspect. Hij denkt, alles kan. Ze heeft ook een hele wensenlijst ingeleverd bij de Duitsers. Wat hij allemaal niet zich had toegerekend. Stukken van Marokko en de Balearen en Corsica. En, het was ongelooflijk. Was ook van plan om tegen die Engelsen op te trekken. Daar van Libië richting Egypte. Dus toen wilde hij wel meedoen? Ja, toen wou hij wel meedoen. Hij zag nu wel, ja. De Duitsers hadden... Dat was natuurlijk de algemene indruk in 40. Dat de Duitsers zo spectaculair hadden gewonnen dat er kon nooit meer iets fout gaan. En dus de zomer van 40, dat was voor Mussolini een euforisch moment. Dat hij daar, ik moet erbij zeggen dat geen van deze ambitieuze eisen door de Duitsers ingewilligd zijn. Maar toch, in eind van 1940 besluit Mussolini... We hebben het daar heel kort even over gehad om Griekenland aan te vallen. Want hij had het vermoeden dat de Duitsers ook allerlei ambities op de Balkan hadden. En hij wilde aanwezig zijn zodat hij eventueel fijn kon profiteren van wat zich op die Balkan zou afspelen. Want je begrijpt dat hij dacht, als ik Griekenland aanval, dan walsen wij als Italianen gewoon paf overheen. Dus dat is helemaal geen probleem. Bovendien had het niet aan Adolf Hitler verteld. Waarschijnlijk dacht hij, ja, als ik het aan Hitler vertel, zegt Hitler mij naar balazen, dat moet je niet doen, want dan trek je de Engelsen naar dat, wat ook tenslotte gebeurd is, dan trek je de Engelsen naar Griekenland, hebben we er weer een probleem bij. Zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Maar die hele aanval op Griekenland, en dat is steeds het noodlot van het militaire apparaat van de Italianen, we zullen daar zo iets in algemene zin iets over zeggen, dat loopt volkomen verkeerd. Ze zijn nog niet in de aanval gegaan of de Grieken gaan in de tegenaanval. Ja, dat begrijp je al, dat is niet best natuurlijk. En daar zie je ook dat de logistiek van de Italianen, en daar klopt echt helemaal niets van. Ze hadden zich helemaal niet gerealiseerd dat als je een vrij fors leger wil bevoorraden, wij komen weer terug op ons punt van de 60 kilometer file, dat je daar in dit geval... Ja, want ze waren natuurlijk uit het westen gekomen, hadden Griekenland in de rug aangevallen, zou ik maar zeggen. Ja, dat je havens nodig had om... Maar er waren wel havens, maar ja, je kent zelf, als je ooit in die streken bent geweest van die haventjes, weet je wel, met één zo'n lullige afbrokkelende cementen pier en 6 van die lekkere vissersbootjes. Dus er was helemaal geen apparaat waarmee die rommel aan land kon worden gebracht, want je hebt hijskranen nodig en... Het sporen, nou kortom, logistiek deugde er werkelijk helemaal niks van. Uiteindelijk heeft de Wehrmacht in het voorjaar van 1941 weer in een van die knaloperaties de hele Balkan onder de voet gelopen. Ik geloof dat ze een week hebben gedaan over Joegoslavië, dat er 1 Duitser is gesneuveld. Zoiets is het. Ja, de luisteraars die er meer verstand van hebben... Kunnen we een brief schrijven dat het eigenlijk 16 Duitsers waren. Maar goed, het stelde niks voor. Daar kwam het in grote trekken op neer. Dus ook hier weer zie je dat de Duitsers ervoor zorgen dat ze de kooltjes uit het vuur halen militair voor de Italianen. Die er weer niets van terecht hebben gebracht. De Duitsers, Hitler was geïnteresseerd in de olie van Ploesti.
Roemenië was toen zo'n beetje de enige olieleverancier in Europa. Dat was een van de grote problemen van alle asmogendheden. Denk aan Japan, wat natuurlijk Nederlands-Indië wilde veroveren vanwege de olie. Dat de asmogendheden geen olie hadden. Want die beschikten maar over 9% van de oliebronnen in de wereld. En de westelijke geallieerden dus over... de as maar 9%. En de westelijke geallieerden over 90%. Dat was een gigantisch probleem. Dus op de Balkan zijn de Italianen weer uit de nood gered door de Duitse Weermacht. Ondertussen waren de Italianen in Noord-Afrika vanuit Libië in de aanval gegaan op de Engelsen in Egypte. En ik meen dat Graziani, dat was de opperbevelhebber, beschikte over 250.000 man of zo. En de Engelsen over 30.000 man of zo. En je begrijpt hoe dit afgelopen is. Graziani gaat in de aanval. De zaken stagneren. Engelsen gaan in de tegenaanval en het loopt weer bar slecht af voor de Italianen. Waarop we eigenlijk weer een fantastische Duitse ontwikkeling krijgen, want Hitler stuurt om zijn bondgenoot te helpen, twee Duitse panzerdivisies onder leiding van Rommel. Die bleken uiterst effectief te zijn. Het is treurig, de Duitsers konden vechten. Je kunt er maar weinig van zeggen, maar dat kun je ervan zeggen, de Duitsers konden vechten. Nu dringt ze natuurlijk de vraag op, waren dan de Italianen laf of zo, dachten ze steeds van ja, die zit voor onzin, ik heb zin in een cappuccino of een doppio, ik ga hier niet zitten schieten of zoiets. Straks word ik in mijn been geschoten. Nee, dat is het eigenlijk niet. Er zijn situaties bekend waarin de Italianen eigenlijk heel redelijk gevochten hebben. Hier zie je het archetypische voorbeeld van een leger wat niet georganiseerd was. Waar de discipline ontbrak, waar de organisatie ontbrak en Mussolini, je begrijpt het al, bemoeide zich er voortdurend mee, maar was een compleet warhoofd als het ging om zijn bemoeienissen. Hij had namelijk geen verstand van vechten. Overigens, ja, voordat je zegt van Mussolini, wat een pias. Ik bedoel, denk aan de plannen van Churchill tijdens de oorlog, stuk voor stuk. Volkomen geschifte plannen, waar gelukkig ook meestal zijn medewerkers niet op in zijn gegaan. Maar dus die lui die aan de top staan, die willen zich altijd bemoeien met dit. Het heeft in de Sovjet-Unie gruwelijke offers gekost, voordat Stalin begreep dat hij zich er niet mee moest bemoeien, dat hij het aan Zhukov moest overlaten. En dan, als hij daarmee ophoudt, dan gaat het goed. Ja, dus zie je ook weer, dus een rommel die... Die doet dat voortreffelijk, maar uiteindelijk is Rommel verslagen in Noord-Afrika door de Engelsen bij El Alamein. De eerste Engelse overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat Montgomery, die de leider van de Engelse troepen was, een volledig onterechte reputatie had als eerste overwinnaar ooit. Montgomery was een autistische eikel, eerste klas en nou ja, dat was uiteindelijk... Had dat beter niet zo kunnen lopen, maar het is nu eenmaal zo gelopen. Eind 42, begin 43 keren de kansen voor de asmogendheden. Dan gaat er van alles mis. De geallieerde landen in Noord-Afrika. Ik kan het niet allemaal aan detail behandelen. Als mensen geïnteresseerd zijn, kijk naar de film Patton. Patton, een geweldige film. Ik heb er al eens eerder over gehad. Heb je erover gehad? Hebben ze volgens mij bij jou in de bus gedrukt? Ja, precies. Maar die was hartstikke leuk. Die deed het tot de helft en toen ging Patton dood in die film. Niet in echt, maar Patton heeft wel de oorlog overleefd overigens voordat mensen zich iets aantrekken. De DVD'tje liep vast. De DVD liep vast, ja. Patton is in 46 bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Ook weer, je begrijpt al, samenzweringstheorie. Is hij vermoord? Nee, waarschijnlijk helemaal niet. De geallieerden schieten lekker op in 1943 in Noord-Afrika. Rommel vertrekt tenslotte. De Duitsers hebben het ook niet definitief weten te klaren. Nogmaals, ik herhaal nog even.
De Italianen waren niet laf. Het was totale desorganisatie. Ik kom maar even bij de broodjes. Hè. Er waren geen broodjes. Dan kon je niks leren van de Duitsers dan, want die hadden wel goede borden. Nee, kennelijk niet. En daar moet ik bij zeggen, ja. Het was bij de Duitsers, alles wat fout ging, dat, ook als dat niet zo was, gaven ze de Italianen de schuld. Wat je ook wel een beetje kunt begrijpen natuurlijk. Laten ze maar in Film Patton kijken. Die is bijzonder leerzaam. Hoe het ook zij, dat zie je ook in Film Patton. In juli 1943 steken de geallieerden over uit Noord-Afrika naar Sicilië. Daar is nog hard gevochten. En dat is eigenlijk ook het einde van Mussolini. Want in een vergadering van de grote fascistische raad is Mussolini weggestemd. Dat is een hele rare gebeurtenis. Hij had het anders kunnen spelen. Hij had de hele stemming over kunnen slaan. Maar hoe dan ook, het was toch duidelijk dat een deel van de fascistische elite genoeg van Mussolini had. En Mussolini is dus afgezet, afgevoerd in een ambulance en vervolgens gevangen gehouden op een bergtop in de Gran Sasso. Omdat de koning zei ook van, ja sorry tegen Mussolini, het is klaar, het is afgelopen, je bent afgezet, dus ik steun je ook in ieder geval niet. En de Duitsers hadden dit natuurlijk wel aanzien komen, dat helemaal fout zou gaan. En die hebben razendsnel het noorden en het midden van Italië bezet. En eigenlijk is in 43 en 44 en begin 45 nog eindeloos gevochten over Italië, omdat de Duitsers zich op weergaloze wijze geholpen door het terrein in Italië verdedigd hebben. En omdat ze eigenlijk dachten van we kunnen die Mussolini nog wel gebruiken, hebben de Duitsers in een gedurfde operatie Mussolini bevrijd uit zijn hotel hoog in de bergen en hebben ze aan Mussolini nog een soort van flauwekul republiekje gegeven, het republiekje van Salò. En nou, je zou zeggen, elk normaal mens weet dat dit oplichterij, kinderachtige flauwekul is, maar Mussolini zet zich eraan en probeert er toch nog wel iets van te maken, maar daar komt tenslotte heel weinig van terecht. En dan heeft hij besloten om met zijn vriendin, Clara Petacci, te vluchten naar, we spreken nu van het voorjaar van 1945, te vluchten naar Franco, Spanje. Want hij had Franco geholpen. In 1936 had Italië geïnterveneerd in de Spaanse burgeroorlog. Ja, ook een dure onderneming, niet waar, wat een van de redenen dat hij helemaal geen geld meer had aan het eind van de jaren 30. En hij heeft zich verkleed als Duitse soldaat. En hij wordt gevangen genomen door partizanen. De antifascistische partizanen. En die hebben hem nog een avondje bewaard, een nachtje bewaard. En hebben hem op 28 april 1945 hebben ze hem doodgeschoten. Met het zicht op het Como meer. Vervolgens hebben ze de dode Mussolini en zijn dode vriendin naar Milaan getransporteerd. En die hebben ze daar gedumpt op een plein. En daar zijn die lijken, die zijn gruwelijk mishandeld door een daar aanwezige menigte. En die zijn tenslotte omgekeerd opgehangen aan een benzinestation. Alle mensen die dit verhaal gevolgd hebben kunnen naar die afschuwelijke foto kijken. Het is eigenlijk, je wenst het niemand toe, ook niet Mussolini en zijn vriendin Clara Petacci. Dat is het verhaal van Mussolini. De kern van het verhaal van Mussolini is immense ambities, grote retorische talenten, dat kun je nou van Poetin weer niet zeggen. Ja, en een economietje van niks, in feite een dwergeconomie. De hele positieve ontwikkeling van Italië is natuurlijk van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Italië was in de tijd van Mussolini een straatarm, grotendeels agrarisch land. En van een werkelijke modernisering van het land was eigenlijk nog geen sprake. Hmm. En dat einde van hem, dat hij daar gedumpt werd, was natuurlijk bewust. Dat hij op dat plein werd, ja zeker. Het was natuurlijk wel een beetje, ook poppenkast eigenlijk, maar ja. Dan van de partizanen. Een soort van attractie. Hitler leefde toen nog, hè?
Dat is een interessante vraag. Waar de dag waarop Hitler heeft ook in april 1945 zelfmoord gepleegd. Maar heeft hij dit nog gezien? Ik vermoed van niet, maar dit is een leuke vraag voor, voor onze luisteraars. Okay. Ik kan me voorstellen dat straks ook even opzoeken. Ik durf het je niet met zekerheid te zeggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat Maar goed, ze zijn allebei in april 1945 aan hun eind gekomen. Waar Hitler dus wel heeft gedacht van ik moet mezelf laten verbranden, want als ze me lijkt te pakken... Nou, precies. Hitler heeft daar zeker... Dat heeft bij Hitler een rol gespeeld. Ik moet niet op een of andere manier, misschien wel vanwege het Mussolini-voorbeeld... Laten we zeggen, een soort van vertoning worden. Nee. Dat lijkt me niet aantrekkelijk. Nee. Dat hebben de Amerikanen op zich toen goed gedaan met Bin Laden. Die hebben ze gewoon in de zee gedumpt en die kun je nergens meer vinden. Ja, dat je natuurlijk moet vermijden dat je een, hoe heet het, een bedevaartsoord wordt. Ja. Wat Mussolini dus wel geworden is. Ja, want dat, in dat Predapio, hoe kan dat? In dat Predapio, daar is ook een soort monumentje. En daar is tenslotte een restant een... van Mussolini zijn daar begraven. En dat is nog voor velen toch soort van bedevaartsoord. Wat ik je vertelde, daar begon ik mee. Niet waar, 100 jaar na zijn geboorte. Dus we kwamen daar 30.000 mensen bijeen. Maar hoe verklaar je dat? Want hij is dus helemaal in elkaar getimmerd, zijn lijken helemaal verwoest. Ja, dat is waar. Mussolini is er nog steeds. Hitler is in de onderwereld verdwenen, in de Hades af en toe hoor je wel wat gepiep, maar dat geldt voor Mussolini niet. Ik denk dat dat iets te maken heeft met de naoorlogse geschiedenis van Italië. En omdat je na de oorlog is het parlementaire wanbeheer in Italië echt het is over de stoep gelopen, het is verschrikkelijk. Je weet dat Italië had, tot Berlusconi kwam, had Italië meer kabinetten dan jaren na 45. Dus elk jaar was er al anderhalf kabinet of zo. De eerste die er min of meer lang heeft gezeten is Berlusconi, maar dan heb je weer hetzelfde gevoel. Een grote god aan toe, een gesjeesde nachtclub-eigenaar, een onaangename speculant, een zak tabak van de eerste man die eigenlijk alleen minister-president is geworden om te vermijden dat hij zelf de gevangenis in zou moeten. Dus ik denk dat dat het is. En natuurlijk de Bondsrepubliek, Duitsland, is na de oorlog natuurlijk een ongekend succes geworden. Denk aan het Wirtschaftswunder. Je had het niet beter. Wat heb je er nou van? Als je een Saab cabriolet hebt, dan heb ik al stukken idiote auto's gevonden. Ja, een Saab voorbij inderdaad, op open dak en een bak erachter met heel veel rommel erin en fietsen. Met gebroken tafels. Ja. Misschien nog iets voor. Van Poetin. Ja. Gebroken tafels. Die belachelijke tafels. Nou ja. Ja, dat is het verhaal van Mussolini. Dat je dus... Dat de discrepantie tussen je ambities en de middelen die je hebt om die te realiseren, dat is een wezenlijk probleem. Ja, is het ook voor de Duitsers een soort van verzwakking geweest? Want Hitler moest steeds troepen sturen. Ja, dat is natuurlijk vaak gezegd. Want Duitsland had ze ook in Rusland hard nodig. Ja, was het van Hitler verstandig om die twee panzerdivisies naar Noord-Afrika te sturen? Nou was dat, kijk, daar is heel veel over geschreven en er is heel veel aandacht aan besteed, maar... Het was natuurlijk een mini-oorlogje, stel in feite een bal voor. Maar omdat het de eerste overwinning en tenslotte van de geallieerden bleken te zijn, is het ook een beetje geheroïseerd het verhaal. Maar als je natuurlijk ziet wat er aan het Oostfront gebeurde, dan liep het toch... Dat zijn aantallen waar Noord-Afrika echt helemaal niets bij voorstelt. Ja. En kwam het Duitsland wel goed uit dat ze in Italië toch nog een bondgenoot hadden? Want je kunt zeggen, met zoveel mislukkingen bij dat leger, wat heb je eraan? Ja, tenslotte geloof ik dat Hitler ook wel schoon genoeg van heeft gekregen. En dat hij ook zijn vriendschappen... Want er was al een hele tijd dat ze regelmatig bij elkaar bezoek gingen en zo. Denk aan die film Uno Giornato Particolare. Die in feite ook over zo'n bezoek van Hitler aan Italië gaat. Maar hier zie je dus ook weer dat bondgenoten gezocht worden, hè? Wat Rusland dus nu met China probeert. Ja, en Nazi-Duitsland had niet zo verschrikkelijk veel bondgenoten natuurlijk. Nee. Ook heel begrijpelijk. Ja, maar goed, dat is nu met Rusland hetzelfde ongeveer. Ja, wat zijn de bondgenoten van Rusland? Dat is geloof ik de Soedan, Noord-Korea. Syrië? Syrië, ja, dat ligt voor de hand. Nou, ik wens ze daar veel sterkte mee met die bondgenoten, omdat je... natuurlijk niks aan hebt. Uiteindelijk heeft Hitler natuurlijk ook aan de Italiaanse bondgenoot niks gehad. Een gesjeesde nachtclub-eigenaar.